away. D. D. Is Brieke op lirieke. Ek is Keister Blik. Beter bekend as Keister Blik. But you can call me Keister Blik. Welkom by Brieke op lirieke. As dit jou eerste keer hier is, welkom hier. As die al reeds hier was, jylle weet moos, welkom terug en dankie, ne, dat jylle ingetune het hier by Brieke op lirieke. Ne. As jy nog nie subscribe het, there we go, there's a subscribe button. We are going for that 5G. Was amper by 5000. Ne. So dankie vir jylle wat subscribe het. And yeah, please consider to subscribe to make the channel grow. So other people can see and hear about the artists that we react to. Right. Jylle vir ons Radio Eerste Rivier. Maak seker die summer of jou music en stuur het na Radio Eerste Rivier toe. Asseblief. En jy kan gebetaal word as jy song speel op Radio Eerste Rivier. Radio Eerste Rivier het meer as 1 miljoen luisteraars per dag. En Radio Eerste Rivier, min radiostasies wat online payments kry, en as jy muziek online speel. En daar is ook een petition op Radio Eerste Rivier, sy Facebook page en sy website. As ons een FM radiostasie raak, well, even more. Wider audience, dan kan jy nie kan na Radio Eerste Rivier luister, ne. Right, dat goed die ding skuif, ek sien die ding is hier 100%. There we go. Vandaag reekte ons op YTTG en Mr. Bass Don't Play Crow to the Bass, KROBARZ, ne. Produced by Alex Beats. Alex Beats, al die pad van, nie Niemandsdorp, was het Niemandsdorp? Ek dink hy is van Niemandsdorp, maar hy maak gevaarlike beats. Ek weet, hy is kwaai beat, maar ek een paar mannen hier in die kaap en dat gaat samen op sy beats. Shout out to Alex, bro, ne. Shout out to Alex, ne. Right, so, YTTG is definitely een van die hardwerkendste artists hier buiten. Definitely. Een van die hardwerkendste hier buitenkant. Die mannen lyk hier normaal op die picture. Nie, ons kan maar sê, weet wat hier gebeur het, ne. Puff, puff, give. Puff, puff, give. Alles af. KROBARZ, ne. Fietsen samen met, of fietsen, of dis Benjamen, why? Oké, okay, hier so sê Benjamen. Fietsen op. KROBARZ fietsen met YTTG. Right. That's what I like. YTTG weet net, bro. Sal wat hy bro doen. Alex! Alex Beats! Yes! Alex! Yes, 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 yes. 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 Dank je thuis, jongen, ik vaar alles af. Dank je thuis, jongen, ik vaar alles af. Ik vir alles af. Alles. Jylle weet mys, ek is die man wat Mats Love het vir autotune. Maar luister wat, hier is jylle paar liers hier. Normal voice, saam met Y. Dit is saam met YTTG sy autotune. So die is vir my a plus. Because as skoon autotune was, ek is die redige autotune fan nie, because as jy autotune gebruik, nee, noem maar 1, as jy die regie gebruik, jy klink het te robotiek. En as jy gaan perform by jy live show, is het baie moeilik om hy effect te kry, want jy kry in die studio in, want jy sit met jou studio monitors, het klink net kwaai, maar as jy by jou stadium of even op een open space gaan perform, as daar kry jy nie die effect wat jy kry in die studio nie, but ek weet hoe YTTG is a lover of autotune, but anyway, as een regge balance hier. Thomas, dank dit thuis, jongen, ik vir alles af. Alles en dank vir my, dan nie vir jou nie. Ik raad die game nie, man, ka vir my coachie. Ik stiek op en kom uit jou apoutie. Ik stiek op en kom uit. Soos apoutie. Dan nie vir jou nie, ik raad die game nie, man, ka vir my coachie. Ik stiek op en kom uit. Die bro het sy eie, like, die delayed flow, ne. En het is sy eie, hy try nie om iemand anders te wees, he. Hy doen het net so smooth, laid back, dik gepaf, maar hy doen het net so. Dan vir my, dan nie vir jou nie. Ek raad die game nie, man, ka vir my coachie. Ek stiek op en kom uit jou apoutie. I got a kies, jy vergiet van haar ookie. Hy sê hy wat. So, kies, jy vergiet van haar ookie. My coachie, ek stiek op en kom uit jou apoutie. I got a kies, jy vergiet van haar ookie. Hy sê I got a kies, so, jy vergiet van haar ookie, okay. Sê hy waarom ek voel. Ek stiek op en kom uit jou apoutie. I got a kies, jy vergiet van haar ookie. Hy sê hy waarom ek voel die benauwtie. Ek is de real van die goed, zet de phone nie. Ek ontdoe tijd en toe het ek die phone nie. Toe moet ek hassel toe chit with the homies. Thanks. Ah, oké, het geskarrel. Hy was die phone, sy. Ek het die phone gehad, hy is om my brazen te chit, moet ek een phone lean. Nou.
van die phonies. Goed zit dat phony. Ik ben door tijd en toen heet ik die phony. Toen moet ik gas al toe chat with the homies. Denk je dat is jona, alles is mijne. Ik heb bijen van jelle gevoeven. Ik ken bijen van alle wat goed voorkomt. Maar bijen van alle is danger. Alles is overs, je niet gamen. Die is bijen van alle wat fake is. Zij ze... Man, as I'm here on Facebook, as I'm lekker met jou in the socials. Face to face, different story. Baie van jullie gevoeven. Ik ken baie van jullie wat goed voorkomt. Maar baie van jullie is danger. Alles is overs, je niet gamen. Die is baie van jullie wat fake is. Zij ze alles, daar is jonne, toen maak ik het mijne. Dank je, daar is jonne, ik ver alles af. Dank je, daar is jonne, ik ver alles af. Dank je, daar is jonne, ik ver alles af. Ik is er ook misschien alles om mij te bij. Wat kan die wordplay daar is? Ik is een Robbie. Ik is een Robbies. Alles voor mij. Nou, ik rob jou hier. Dank je thuis, Jona. Ik ga alles af. Kom eens. Dank je thuis, Jona. Ik ga alles af. Ik is er ook misschien alles om mij te bijten. Ze kopen jouw tanden gaat pijn. Genie. Bij de kopie, jouw tanden gaan pijn. Je fok om je vat, maar ik blijf. Verlijn wat ik span in die game. Ze denkt ze zit dood, maar koppel jou rijdt. Ze snijdt ze poot, ze leek voor jou pijn. Ik wil je surprise, ga je look op jouw face. Nan ze poot, ze snijdt ze poot, ga ik jou pijn. Pijn, geen niet je fok om je vat, maar ik blijf. De robbies geen alles om mij. Ze bijt in ze kopie, jouw tanden gaat pijn. Geen niet je fok om je vat, maar ik blijf. Verlijn wat ik span in die game. Ze denkt ze zit dood, maar koppel jou rijdt. Ze snijdt ze poot, ze leek voor jou pijn. Ik wil je surprise, ga je look op jouw face. Maar ze dit wat wacht, want ze was me niet lief. Ik is... Okay. Ze heeft het verwacht, die look op jouw face, maar ze heeft het verwacht. Zieke man, mijn lijf. Oké, verwacht, pregnancy. Ik voor jouw pijn. Ik wil je surprise, ga je look op jouw face. Maar ze dit wat wacht, want ze was me niet lief. Ik is me net op een loon. Nou wat ik alles van jou. Wat zei je verder op jouw vrouw? Doe ik een sexy crow. Praat ze van... Nou wat ik alles van jou. Wat zijn je verder je vrouw? Doe ik een sexy crow. Praat ze van trouw. Ja, als ze denk is het zo. Is dat nou een personal ding, bro? Of wat? Oh, crow. Doe ik een sexy crow. Praat ze van trouw. Ja, als ze denk is het zo. Ik wil maar niet focus, baby. Zoek je controle, mij niet. Ik is in de zone en kijk je. Allemaal van die ogen zijn spicy. Kan ik in die Roman, baby. Ah, jullie basic wonen kan die Roman niet crow. Ik heb die crow niet. Maar een stukje wat die man aanpraat van... Ik wil niet trouwen, want hoe kom maar wat ze mee kon trouwen? No. Het kan een man zijn personal goed is, wie ik weet die, but you know, it sounds like it. Jona, ik vat alles af. Dank je thuis, Jona, ik vat alles af. Dank je thuis, Jona, ik vat alles af. Kom eens. Dank je thuis, Jona, ik vat alles af. Ja, de unexpected collaboration. Nou, ik had dit verwacht, but ik weet, daar komt nog... Ik weet meer, daar komt nog. All I know, all I can say is, there's more coming. Expect more of these two. Ne? Expect more of these two. Nice. Why did he just KROBARZ? KROBARZ missed it nooit. Hij missed nooit. Ne? Alles is KROBARZ is KROBARZ. But why did he just featuring KROBARZ? Unexpected, but nice. Ik vat alles af. Daar is het wat het brief op de rekenkijs. Daar blijkt mijn reaction op. Benjamen featuring KROBARZ. Alles af. Oors uit.